PSV is een kleine week in training en vrijdag werd er zelfs twee keer pittig getraind onder leiding van Dick Advocaat. En terwijl Wijnaldum nog moest wennen aan zijn nieuwe kapsel, beginnen er op de training steeds meer automatismen te ontstaan. Morgen speelt PSV de enige oefenwedstrijd in de regio tegen Nuenen. Qua transfernieuws is het momenteel rustig. PSV wil graag Narsing, maar heeft nu ook Ajax als concurrent. Vooral voor Toivonen is er interesse. Toivonen, dat is even de vraag wat daarmee gaat gebeuren. Maar de signalen zijn goed. Het idee is dat er toch wel weer een kampioenswaardige selectie staat. Of althans een selectie die mee gaat doen om het kampioenschap. Erik Pieters was bij de training aanwezig. Hij nam alle tijd voor de jonge fans om handtekeningen uit te delen. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat wel knap. Kijk, hij probeert toch op een hele positieve manier bijdrage te leveren hier. Hij komt regelmatig op de club, praat met fans. Laat via Twitter regelmatig van zich horen hoe het met hem gaat. Het gaat op zich, wat ik zie, is dat het goed met hem gaat. Alleen ja, hij moet 23 juli moet hij een nieuwe foto maken. En op basis daarvan wordt bekeken of hij opnieuw in het gips moet. Of dat hij dan langzaam echt aan zijn herstel kan gaan werken. En dan kan het op zich best wel snel gaan. Althans, dan duurt het nog een aantal maanden voordat hij op het veld staat. Moeten we nieuw gips omheen, om zijn been. Ja, dan kan het wel eens winterstop worden voordat hij echt weer helemaal fit is. Dus ja, het is voor hem te hopen dat eind juli dat het allemaal mee zit. En dat hij dan een goede foto heeft. En de trainer, Dick Advocaat, wat voor indruk maakt hij de eerste week? Ja, dat is natuurlijk mooi om te zien. Het is ook wel een behoorlijk verschil met Rutte toch al wel, vind ik. Kijk, het is hier zo 10:30 is echt 10:30 en dan staat iedereen gewoon op het veld. De discipline is aangehaald, dat merk je aan alles. De advocaat is streng. Je ziet ook in de partijvormen zie je dat hij zich enorm kan opwinden als er dingen misgaan. Je ziet ook enorme vreugde als er iets goed gaat. Maar er zit een soort fanatisme in. En je ziet dat advocaat denk ik wat verder boven die groep staat. Dus ja, geldt toch wel meer als een autoriteit. Lees zaterdag meer over PSV in het ED.